Welkom bij weer een nieuwe video van Kools Bekledingen. Vandaag weer een hele toffe video voor jullie, want we zien een Hero Shine. Tadaa! Dit is namelijk de BMW M440i. Een heel dik beest, maar deze klant heeft hem speciaal vandaag gebracht om te laten filmen, want dit is een hele speciale auto. Want het is geen standaard 440i, nee, hier is namelijk van alles aan gedaan. Hij is volledig gecustomized. Kijk bijvoorbeeld naar deze Borbet velgen. Super dik. Oeh, mooi zo die zon erop. Natuurlijk die remklauw in het rood. Komt super vet terug hier. Heel erg dik. Nou, dan hebben we natuurlijk die schitterende blauwe lak. Shint prachtig nu. Heerlijk in het zonnetje. En uiteraard de gecustomized uitlaten. Carbon. Heel dik. We laten hem jullie uiteraard het windje zo meteen horen. Zijn we binnen aangekomen, want hier is het natuurlijk ook om te doen. Je bent bij Kools Bekledingen. Nou, wat hebben we nou in deze auto gedaan? Tada! Hoe gaaf is deze bekleding? We hebben hier voor ons helbruin nappa leer. En nappa staat erom bekend dat het heel soepel en zeer ademend leer is. Heel comfortabel en gaat zeer lang mee. Ook wel belangrijk. Nou, heel gaaf. Het is verwerkt in een tweekleur leder. Wat helbruin met wat crème wit. Schitterend. Nou, u ziet al een hele sportieve belijning. Super gaaf. Geeft net even die extra touch aan de auto. Nou, ook de middenconsole is in die twee kleuren leer verwerkt. En erg leuk detail vind ik zelf. Zoom even in, cameraman. Kijk, we hebben hier contraststiknaden. Dus het wit komt weer terug op het bruin en het bruin op het wit. Een zeer leuk detail. Nou, kijk, wie zo'n dikke bak rijdt, gaat ook comfortabel rijden. En daarom hebben we de kussentjes, zie hier, voor de bijrijder en voor de bestuurder, net iets verdikt en ook in dat hele mooie helbruin nappa gemaakt. Super chill, zou ik zeggen. Hey. Nou, achter is ook een heel spektakel zien, want nou, die belijning die je hier voor in de stoel ziet, is ook achterverwerkt. Wat niet aan fabriek vanuit BMW leverbaar is. Dus u ziet, die witte belijning is dus niet aan fabriek leverbaar. Maar kunnen wij wel in elke BMW voor uw BMW maken. Nou, ook daar die belijning met die nappa helbruine kleur. Schitterend. Nou, uiteraard zijn de deurpanelen ook meegenomen in het hele interieur. Maar hier is toch wel een detail wat ik jullie zeker weten wil laten zien. Kijk bijvoorbeeld hier naar de bovenkant. Zwart nappa. Maar hoe gaaf zijn die stiknaden? Exact matchend met die lakkleur van de auto. Ja, super origineel. En echt een heel leuk detail ook. Nou, verder zien we ook weer dat mooie helbruine nappa met die. Gecombineerd met wit. Schitterend. Ook die contraststiknaden. Zo heb je echt een prachtig geheel. Nou, het leuke aan uw interieur is ook dat heeft u nou een BMW i4, de elektrische, dan kunt u dit interieur ook in uw i4 laten maken. Niet af fabriek leverbaar, maar natuurlijk wel bij Kools. Nou, en als u nou denkt, ik wil ook wel zo'n dik interieur in mijn BMW. Ga vooral naar onze website www.koolsbekledingen.nl en dan helpen wij u graag verder.